school, dus ik ga niet erg vaak online kunnen. Dus daarmee maak ik nu even een video, alleen een livestream. Het is niet dat ik nog heel, heel lang ken, maar ik ga ze beat tegen iemand 1v1 doen. Hij is veel beter dan mij, maar ik wil gewoon eens kijken hoe hij speelt. Ja, ik ken hem, ik weet niet echt hoe hij speelt, maar ik denk dat hij wel goed is. Dus ja, dat wil ik wel weten. Oké. Eén kijker, dat ben ik zelf. Ha. Zit, is de kijker, nice. Hallo, kunt je online zitten? Dan kan ik bij u spelen of zo, ik weet dat niet. Nee, oké. Zit, spam gewoon eens even dingen in de chat. Ik wil dat mijn chat voorraad. Oké, ik heb een gast, hij wil meedoen. Ik ga hem even invite sturen. Oké, ga ik even hier join. Hij joint denk ik normaal gezien wel. Hallo? Hoor je mij? Ja, ik ben aan het livestreamen. Zo, ik had even een deal. Oké, nice. Ik kan wel kijken, maar die wedstrijd gaat toch? Wil ik? Ik kan toch kijken? Dat was vroeger, ik kan alleen nog mijn party naar Shareplay sturen, maar dat is niet mijn party. Als ik in een party... Ah, kunt jij niet meer? Is dat weg of wat? Ja, dat is weggehaald. Waarom? Ja, zie, dat is genoeg. Ik weet dat niet. Ah, die zijn raar, hè. Ja. Ai, ai, ai. Ah, nee, weg, daar staat bij mij, watch. Ik kan kijken, hoor. Probeer misschien eens. Wacht, ik had, daar stond watch. Wacht, dat is nu al later. Oké, GG, ik was echt... Ik wist niet van waar ik die RPG ineens kwam. Moet je dood? Kunnen duels doen? Yep. Saaf. Kunt jij wacht, microfoon een beetje verder van je mond toe? Wacht, ik ga dat een beetje zachter zetten. Wacht, wat moest dat vorige keer hard zitten? Ziet, bent jij nog aan het kijken? Ja, ik heb op ready gedrukt, wacht. Ik heb op ready gedrukt. Ja, maar je bent mijn potje gejoind om te kijken. Dus ja, dus blijkbaar... dat je... Ja. Kun je op ready drukken? Ah, nee. Wacht, hè. Mijn microfoon, even kijken. Ik ben al geliefd, dus... Ah. Ah, een microfoon, lieve mensen. Wacht en zeg of dat beter is, wacht, hè. En zo hey, traag. Ik wil echt terug op mijn oude account gaan, ik heb geen enkele skins. Ah, oké. Okay. Is deze beter? Ja. Twee kijkers. Ziet, bent jij terug aan het kijken? Nee. Zit, ik zeg bij elke strijd en nu ik weg. Oké, dan weet ik dat. Nu ben ik in die lobby, hè? Wil ik? Ik ben in die lobby. Ja, ik weet het. Oh. Ik ben ook gestopt bij Fernando. Ja. Ja, lang. Sinds wanneer? Gewoon al lang.
van voor het nieuwjaar, voor nieuwjaar zelfs. Zo, wat, hoezo? Gewoon, ik ben daar weggegaan. Hij doet niks, hè? Nee. Ja, hij ziet hem zo, hij haalt hem weg van KV Mechelen. Hoe kun je dat doen? Ja, hij haalt mij weg van KV Mechelen en dan gaat hij mij proberen verder te geraken. Hij zegt, ik ga mails naar Antwerpen sturen, alles. Hij is bullshit, man. Ik heb een nieuwe manager. Als hij dat weet, hij wordt gek, hè. Het is niet duur, hè. Jij moet dat tegen Lari, je kent Lari toch? Nee. Ah, ik ga dat zeggen tegen Lari. Wie is dat? Lari, hij kent Fernando ook. Hij gaf ons vroeger trainen, echt een goede trein. Maar ik ken hem persoonlijk en hij heeft mij ook een test gefietst. In een club, maar ik ben direct weggegaan, want het niveau daar was te gemakkelijk. Kut, daar zijn fucking veel mensen in mijn huis. Ik ben amper opgewarmd. Ik heb geen wapen. Ik heb mijn nok. Hij wou teamen met mij. Ik zijn Danny. Nee, ik heb alleen en een pistool. Van... Het zijn weer pistool. I have to take the shotgun. Is it? Ja, waar moet ik doen? Kun je pretty drukken? Huh? Absoluut. Ik moet met doodje gaan. Zeeuwen, hij is echt... Oh my... Hij liegt dat kan, hè. Dat is niet normaal. Ik ben alleen niet van hem. Is het een bedaar, maar... Ik snap dat niet. Ik had dat zelfs... Ik heb dat tegen hem gezegd. Waarom had zij weg van KV Mechelen? Tegen wie heb je dat gezien? Tegen Fernando. Zeg ze, wie doet dat? Hij heeft een ploegen gehaald en weg. Dat is juist te bedoelen. Ik heb gezegd van jij weet niet waar jij mee bezig bent. Ik heb hem echt zwaar geroost en zo. Zo. Hij was stil. Maar heb je dat echt gezicht van mij? Ja, ik zeg zo een beetje, hij maakte mij boos. Ik zei zo, hij zei ineens zo, ja, eerst komt jij met Londerzeel en dan met Schoten, vierde provinciaal laatst en jij kunt die zelfs niet fixen. En nu komt jij terug met Londerzeel. Kom jong, ik heb hem gewoon geroost, plus Schoten, ik zei tegen die Schoten, sorry, als jij daaraan niks kunt fixen, moet jij gewoon stoppen. En hij was stil. Hij zei zo, vriend, niet dat je te ver. Ik lach. Dus ook zo andere gasten. Zij zo, jij gaat te ver, ja. Oh, maar waar gaat jij? Sorry, ik dacht dat. Wow. Ik weet niet, maar ik zit altijd bij je een partytje tegen een ander spel te spelen. Dus ik was dat vergeten. Ja, ik. Maar partytje is niet zo goed. Nee. Maar dat is alles, dat is veel, dat is niet zo leuk. Als ik naar een PlayStation party ga, dan kunnen wij die ons niet horen. Oh. Dus... Wat bedoelt jij? Dat gaat niet, dat moet echt op Fortnite zelf zijn, anders kunnen die ons niet horen. Ik ga voor de pistool, boys. Hier, zotte pistool acties. En. Oké, okay, één hit. Ah, zie! Hoi! Die ballen, maar dat was niet water. Dus welke ploeg had jij nu? Gewoon KV Mechelen. Terug? Ja. Wanneer moet jij terug? Of die ken je nog steeds, toch? Ik ben daar al bij.
Ah, je bent er al terug bij. Allee, is beter, jong. Wat beter. Echt. Echt, dat is heel goed. Ik zeg het u, als een manager zegt tegen u, ga weg van die ploeg. Niet doen. Niet doen. Dat is echt... Dat, Wat is dat? Ik heb voor u een EA-rasje hè. Ja, ik heb dat al. Oh. Wat gaat er gebeuren als ik spring dan? Oké, u heb ik echt gelezen. Nu is hij wel gaan killen. Moet je naar u komen? Oh! Ja. Oké, wie dat heeft gezien, gaat wel zien. Dat is een rare gast. Dat kan niet. Ik kan hem niet slagen. Ik kan hem niet hitten met mijn RPG. En dan die andere gast laser. Zijn die low? Eentje wel, maar hij had minis. Geen probleem. Waarschijnlijk gaat hij dood. Ah, zee! Ik raak hem nog! Ah, zee, wat heb je mij gespeeld? Nee, ik ben nog niet warm. Straks. Rustig, straks. Plus Luca, hij is daar ook nog. Maar die speelt daar niet. Zo. Van mij speelt in Antwerp. Want hij zei, ja, ik ga tegen Anderlecht spelen. Maar die zit zelfs niet in die reeks. Ja, maar dat kan ook vriendenmatchen. Nee man, dat was ja, zijn competitie. En dan vorige keer hij zei dat nog eens. Maar hij wist niet dat ik dat gehoord. Ik ga stream eindigen. Fuck, ik kom.